Course, ofwel cross-origin resource sharing, is een beveiligingsmechanisme in browsers dat ervoor zorgt dat websites niet zomaar data kunnen opvragen van andere sites of APIs. Je mag de Discord API bijvoorbeeld wel aanroepen vanaf discord.com, maar niet vanaf login to discordpleasexiz Dit komt doordat de API op discord.com-api hetzelfde origin heeft als discord.com, namelijk https://discord.com. Het origin bestaat uit het schema, dus HTTPS, het volledige domein en eventuele ports. En je ziet al een beetje waarom dit nodig is. Anders had ik vanuit mijn site de Discord API aan kunnen roepen als je op dezelfde browser was ingelogd. Als Corsair niet was, had ik jouw hele account over kunnen nemen. Je kan ook specifieke origins toelaten op je website. Dit doe je door headers te zetten op de respons van de API. De header access-control-allow-origin geeft aan welke origins requests mogen maken naar de API. Maar blokkeert voor de rest niks. De browser die de request naar de API gaat maken, checkt altijd eerst of hij dat wel mag doen. Hij stuurt dan een zogenaamde preflight request naar de API. Dat is een request met de method options. Het doet voor de rest niks, maar het geeft de API de kans om de header met origins terug te geven. De browser kijkt dan of de huidige site in de lijst met origins staat, en als dat niet zo is, blokkeert hij de request. Het is dus altijd de browser die dingen blokkeert, niet de API. Dit zit ingebouwd in elke moderne browser. Koers is iets wat in het begin misschien ingewikkeld lijkt, maar uiteindelijk wel nodig is. Ik snapte de eerste zelf ook geen zak van. Vergeet me niet te volgen voor meer video's over elektronica, computers en programmeren.